Geachte aanwezigen, hij begint, gelukkig. Wij beginnen vanavond de ceremonie met het leggen van een krans bij het monument van Tante Rik. Burgemeester Beggevoort en wethouder Saris leggen samen met de scouting de eerste bloemen. Die zijn omgekomen, zullen nu kransen en bloemen gelegd worden bij het monument. Burgemeester Beggevoort en mevrouw Rees leggen nu samen de eerste krans namens de gemeente Winterswijk. Door het contact oud-mariniers achterop. Niemand wordt buitengesloten.
en waar we elkaar aankijken, in plaats van met de ruggen tegen elkaar te staan. Daarom geven we de vrijheid door. De herinneringen, de verhalen, het vuur van de bevrijding. Want vrijheid voor mij betekent ook vrijheid voor de ander. Dames en heren, jongens en meisjes, ik vraag nu uw aandacht voor mevrouw Joanna Rees. Zij wil graag een persoonlijk verhaal uit de Tweede Wereldoorlog met ons delen. Ik heb zoveel geleende kleren aan dat ik het gevoel heb dat ik er bijna niet bovenuit steek. Het is koud in Holland. Er zijn twee namen op het monument die voor mij heel bijzonder zijn. De ene is van mijn oma, Rachel Spier van der Laan. Ik kende haar, vroeger zat ik op zaterdagmorgen tussen mijn moeder en haar in de synagoge. En dan mocht ik haar haar mooi maken. Ik deed zo alle kanten uit omhoog. Ze keek nooit in de spiegel, maar ze zei: Annie, jij doet dat zo mooi. Je kunt vast later kapster worden. Een andere naam, dat is van mijn nicht Hanny Philips. Zij was 3 jaar ouder dan ik. En ik was altijd, Hanny, heel jaloers op jou. Want jij had je eigen schaaltje met chocolaatjes. En zodra ik daar naartoe mocht, holde ik naar haar toe, naar de kast waar de chocolaatjes lagen. En als ik er daar een van had gehad, ging ik naar een pop. Als jullie hard genoeg heen en weer schudden, zei die pop mama. Het was misschien niet zo verschrikkelijk lief van me, dat ik eigenlijk daar om kwam. Maar nou, je kunt het niet meer horen, maar denk ik dat ik toch even eerlijk zijn. En speciaal voor jullie allebei, mogen jullie ziel resten in vrede. Sydney Rauwerdink, Jaylee Telo en Rachelle Stemerdink hebben zelf een prachtig gedicht geschreven en dragen dat graag nu aan u voor. Mag ik hen naar voren vragen? Veel levens gekost. 72 jaar geleden zijn we daarvan verlost. Na 5 jaar, een tijd van angst en onmacht, leven we eindelijk in vrijheid, dag en nacht. Er zijn veel monumenten gebouwd, waarbij nog vaak wordt gerouwd. We zijn met z'n allen bij elkaar. Gelukkig dreigt er geen gevaar. Heel veel kilometers hier vandaan zijn er ook oorlogen ontstaan. Wij willen voor iedereen een goed en veilig leven en hopen dit aan iedereen door te kunnen geven. Leven in vrijheid voor alle mensen, dat is wat wij voor iedereen toewensen. Geef ik nu graag het woord aan onze burgemeester. Dames en heren, jongens en meisjes. Aan het einde van deze herdenkingsbijeenkomst wil ik graag een aantal mensen en partijen bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan deze avond. Als eerste mevrouw Joanna Rees, die hier vanavond onze eregast wilde zijn. Alle partijen die hier zojuist bloemen en kransen hebben neergelegd ter nagedachtenis aan de Winterswijkse slachtoffers. De leden van Scouting Winterswijk voor hun medewerking bij de kranslegging. Muziekvereniging 18 Winterswijk, hun trompetiste Caroline Lammers en het Winterswijks Muziektheater voor de muzikale omlijsting van deze bijeenkomst. De leerlingen Sydney Rauwerdink, Jaylee Telo en Rachelle Stemerdink uit groep 8 van basisschool De Colibri voor het voordragen van hun gedicht. De leden van het contact Oud-Mariniers Achterhoek voor hun aanwezigheid bij deze herdenkingsbijeenkomst. Tot slot dank ik u allen
voor uw aanwezigheid hier vanavond. Graag maak ik u erop attent dat er zo dadelijk nog 2 herdenkingsconcerten plaatsvinden. Om 9:15 begint in de Jacobskerk een herdenkingsconcert van projectkoor Oase onder leiding van Wim Rusink. En om 9:00 geeft Rutger de Vries een herdenkingsconcert in de Storm. Dank u wel.